Huppatee. Goedemorgen dus allemaal. Ik ben Gerard Mozen van Partner in Watermanagement. De meeste van jullie die kennen mij omdat ik voor STOA en Rijkswaterstaat al langer en met jullie aan de slag ben voor het verbeteren van inspecties van waterkeringen. Heel kort, waar gaan we het nu even over hebben? Over het inspectieproces. We plaatsen het inspectieproces in de organisatie. We komen nog even terug op de projectdoelen. We geven aan wat we jullie denken te kunnen bieden. Ten slotte is het ook belangrijk dat je naar resultaten toewerkt. Dus ook daar willen we aandacht voor hebben. En nou, ook wat Hans al heeft aangegeven, na vandaag zijn jullie vooral ook aan bod. En hoe we dat dan gaan doen. Inspectie vroeger. Dit is een plaatje, denk ik, dat al door velen van jullie is gezien. En altijd wordt gebracht in het teken van, nou kijk, zo ouderwets gingen we vroeger met onze keringen om en dit noemden wij inspecteren. Toch als je wat dieper kijkt naar zo'n foto, dan zitten er ook andere elementen in. Elementen die wij nu ook in ons werk eigenlijk tegenkomen. En het eerste element waar ik eventjes op zou willen wijzen, dat is, er zijn drie mensen die naar hetzelfde kijken. Op het moment dat je met z'n drieën naar iets kijkt, haal je een stukje subjectiviteit uit de waarneming. Wat je ook ziet, dat is dat de mensen die gaan naar het werk, op het werk. Die kijken op locatie, overleggen op de locatie en beslissen. Hè, dus wat dat betreft is dat vanuit afstemming, vanuit deling, is dat een hele mooie werkwijze. En tenslotte, dat zie je hier ook, men kan geanimeerd werken. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor ons allemaal, dat het werk dat we doen, ja, dat ons blijft boeien. En deze mensen die kunnen er geen genoeg van krijgen, dat zien we duidelijk. Kijken we nu hoe onze veldinspecteurs het veld ingaan, dan zie je hier wat ik maar eventjes zou willen noemen een Einzelgänger. De mensen zitten op kantoor en ergens in het veld wordt iemand met een kaartje het veld ingestuurd, een schop in de hand en joh, jij bent inspecteur. Ga je gang. Nou, een wat beter uitgeruste veldinspecteur die heeft al een tablet en die kan noteren. Als je naar dat proces kijkt en je vergelijkt dat met vroeger, dan ontbreekt er dus eigenlijk nu heel veel. Vanuit afstemming, vanuit overleg, vanuit subjectiviteit. En vandaar ook eigenlijk dat we hier bij elkaar zijn om met name die elementen weer terug te brengen in ons gereedschap. En we zullen zien dat het dus niet alleen gereedschap is, maar vooral ook communicatie. Inspectie als proces. Even de analogie naar wat jullie allemaal kennen. Je komt bij de dokter en je hebt een hoge bloeddruk. En vervolgens zegt de dokter, ik denk dat het handig is dat ik jou even doorstuur. En vervolgens wordt er flink aan jou gemeten. En is er iemand die op basis van al die gegevens gaat kijken naar wat hij denkt, wat er met jou aan de hand is. En vervolgens kijkt hij misschien ook nog eventjes naar wat het in de toekomst voor jou zou kunnen betekenen. En dat is het waarnemen, het diagnosticeren. En vervolgens ja, is er wat aan de hand en moet er een actie gestart worden om te corrigeren, het operationaliseren. En vervolgens is het ook nog zo dat het een nabehandeling zeg maar verdient. En dan krijg je nog een stukje medicatie, krijg je eigenlijk mee. Nou, dat proces van diagnosticeren, maar waarnemen, diagnosticeren en operationaliseren, dat zit ook in het inspectieproces. Dat hadden jullie allemaal al wel begrepen. En hier zie je eigenlijk dan hoe dat voor inspecties van waterkeringen werkt. Hè, je hebt veldinformatie, die veldinformatie presenteer je op een geografische ondergrond. Je ziet in dit geval zie je rode puntjes, die vragen aandacht. Die aandacht die wordt zeg maar in de diagnose verdiept. Hè. De gegevens worden bij elkaar gebracht en gecombineerd. En dat leidt tot een bepaalde constatering. En vervolgens wordt er nog een sommetje gemaakt om te prognostiseren wat de waterstand is. En nou, uiteindelijk leidt dat tot actie. Hè. En dat is denk ik wat ook het belangrijkste is van onze inspectie. Het inspectie moet een resultaat opleveren. En in dat resultaat,
daar staat eigenlijk de communicatie centraal. He, want wat we zien, dat is dat in die deelprocessen allerlei specialisten werken. Onze veldinspecteur is een specialist in het waarnemen. Degene die de diagnostiek doet, is ook een specialist. En de mensen die de operatie inleiden en uitvoeren, dat zijn vaak ook weer andere mensen, dus ook specialisten. Centraal in die vier deelprocessen staat overleg. En dat overleg, dat ontbreekt heel vaak. En daar moeten we met elkaar dus heel bewust overleg gaan communiceren. Of overleg gaan organiseren. Als we dan even de kenmerken van vroeger en nu op een rijtje zetten, dan zie je dus dat het hele inspectieproces, dat vond vroeger op locatie plaats. Inzichten werden gelijk gedeeld, er was afstemming. Kennis zat in de hoofden van senioren. En dat is ook dat plaatje laat het ook nog even zien. Vroeger was het gewoon zo, als je oud was, was je wijs en had je aanzien. He, dus daar waar ook naar anderen op een gegeven moment mensen overtuigd moesten worden, was een grijze kuif en was voldoende met goede aankleding om mensen te overtuigen. Maar ja, dat is niet meer van deze tijd. We verwachten dat processen inzichtelijk zijn, ook voor buitenstaanders die niet direct specialist zijn op het gebied van waterkeringen. Nu gaan we zien dat een veldinspecteur alleen de kering opgaat en de overige teamleden die zitten op kantoor. Afstemming moet op kantoor plaatsvinden, dus de communicatie moet je ook organiseren op het kantoor. De informatie moet in specialistische systemen en vervolgens eist de kwaliteit, eist de omgeving, kwaliteit en ook zorgvuldigheid. Nou, al met al zien we dus dat de mensen die in het veld zijn een hele belangrijke rol spelen in dat inspectieproces. Het is niet een eenling, nee, het is een team. Een team dat uiteindelijk werkt aan een resultaat. En waarom doen we het nou ook eigenlijk nog maar? Omdat we natuurlijk regelmatig onze actuele veiligheid willen kennen. We willen de goede dingen ook opstarten in de organisatie, dus de goede beheeractiviteiten doen. En vervolgens, als we de activiteiten hebben gepland, willen we ze ook goed uitvoeren. En daarvoor hebben we al die mensen nodig die ook in het veld uitgerust moeten zijn met goed gereedschap. Als we dan kijken naar DigiSpectie, en waar staat dan DigiSpectie? Dan staat het primair voor het waarnemen. Het vastleggen van gegevens, het vastleggen van dingen die ook buiten worden waargenomen. En wat willen we eigenlijk dan met DigiSpectie bereiken? Het belangrijkste is eigenlijk dat we een vaste datastructuur willen bieden voor het vastleggen van waarnemingen. Zodat zaken op gelijksoortige wijze worden vastgelegd, dingen ook uitgewisseld kunnen worden en er ook in het kader van uitwisseling van informatie aangesloten wordt op goede formats. Belangrijk daarin is dus een eenduidige vastlegging. Wat we hebben gezien, dat is dat de mensen in het veld zullen toch dat wat ze zien enigszins moeten objectiveren. Nou, hoe kun je dat in het proces brengen? Door bijvoorbeeld de digigids uit te brengen. Het is belangrijk dat resultaten goed gepresenteerd kunnen worden. Hè, dus we willen ook dat jullie veldresultaten in een GIS-ondergrond getoond kunnen worden. Vervolgens de informatie die je hebt verzameld blijft beschikbaar en toegankelijk. En uiteindelijk leidt het er ook toe dat informatie veel sneller tot beschikking komt. Wat biedt DigiSpectie? DigiSpectie is eigenlijk niets anders dan een methodiek. En daar waar mensen in het leger hebben gezeten en ook in de training hebben gehad, dan weten ze dat als ze verkenner waren, dat er vier W's waren, de wie, de wat, de waar en wanneer. En eigenlijk zijn dat ook de dingen die je terugvindt in het vastleggen van schade. He, dus je wilt weten wanneer, je wilt weten op wat voor een kering het betreft, je wilt weten wat de locatie is, je wilt weten welk element er in principe schade heeft ondervonden, je wilt weten wat de soort schade is. Allemaal dingen die op zich logisch zijn, die jullie ook in het verleden gewoon deden.
maar waarvan we nu zeggen, wij bieden een systematiek waarin dat vastgelegd kan worden. En tenslotte, wat ook erg handig is, dat wat je niet allemaal kunt toevertrouwen in een notebook, kun je ook uiteindelijk met een beeld, een foto, vastleggen. Dus het maken van een digitale foto tijdens je werk is wat dat betreft heel erg handig. Want daarmee kun je ook op kantoor toch de complexiteit, zeg maar, van de dingen die je wellicht hebt waargenomen, nog eens even ook echt in beeld overbrengen. En beeld is wat dat betreft een enorme sterke informatiedrager. Nou, in die inspectie word je eigenlijk in een aantal zestal stappen, zeg maar, door dat traject van vastleggen geleid. Heel simpel en heel mooi. Vervolgens, als we kijken naar DigiGids, we hebben een digitale schadecatalogus. Een schadecatalogus waarvan we zullen zien dat er nog heel veel in kan. En waarvan we ook weten dat we die alleen maar gevuld krijgen met jullie die hier in de zaal zitten. Dus ook hier geldt weer, van als wij met elkaar werk maken van werk, dan zullen wij op termijn ook naar anderen toe, ook naar buitenstaanders toe, kwaliteit kunnen leveren. Hoe werkt in principe zo'n gids? Nou, eigenlijk is de gids niets anders dan een voorbeeld geven van wat door deskundigen op het gebied van waterkeringen goed wordt gevonden, wat slecht wordt gevonden, wat bijvoorbeeld matig wordt gevonden. En door, zeg maar, per element en per schadetype voldoende voorbeelden op een gegeven moment aan te bieden, denken we dat we daarmee eigenlijk jullie eigen beeld rond wat goed en wat slecht is kunnen oefenen en kunnen aanscherpen. Waardoor je ook in het veld makkelijker weer dingen kunt herkennen. Lieven die zal daar vanmiddag in zijn presentatie ook uitvoerig op ingaan. Nou, dan komen we op het verkoopgedeelte, zeg maar, van DigiSpectie. Wat ook al door Hans is aangegeven. DigiSpectie is echt uitmuntend in de zin, de bediening is eenvoudig. Het is echt minder zelftypen. Je wordt heel overzichtelijk door keuzemenu's geleid. Het aantal handelingen wordt echt tot een minimum beperkt. Er is heel duidelijk structuur gegeven. We hebben de vastlegging hebben we ten opzichte van de DigiSpectie 1 nog verbeterd. Daar waar in DigiSpectie 1 de GPS, zeg maar, als locatiebepaling bepalend was, ligt er nu een geografische kaart aan de grondslag. Er is wel GPS waarop je kunt zien waar je je bevindt, maar op kaart geef je aan wat je ziet. En daarmee heb je, en het feit dat je herkent in het veld, heb je dus ook een hele nauwkeurige locatieaanduiding. Wat denk ik ook een verbetering is ten opzichte van DigiSpectie 1 gaf de mogelijkheid om op een bepaalde punt van de kering een schade vast te leggen. Maar wat we nu toevoegen, dat is dat daar waar je bijvoorbeeld lijnelementen hebt, dat je in één keer lijngegevens, zeg maar, kunt invoeren. En daar waar je vlakken hebt, asfaltvlakken of basaltvlakken, die je ook als het ware gelijksoortig kunt beoordelen, kun je ook in één keer op de kaart aangeven wat jouw bevindingen zijn op dat vlak wat je op dat moment aan het inspecteren bent. Nou, en een heel ander belangrijk punt is dat het toevoegen van foto's, dat is heel simpel gemaakt. Simpel in de zin van het is heel makkelijk op te nemen in je eigen databeheer. Maar wat ook heel erg prettig is, dat is dat er een koppeling is gemaakt naar DigiGids. En de adressering van de foto's, zeg maar, altijd blijven gekoppeld aan de inspectiegegevens van degene die de inspectie heeft uitgevoerd. Nou, dat maakt het mogelijk dat we op termijn ontzettend veel met die DigiGids kunnen doen. We kunnen, dat is dan toekomst waar we met elkaar nog over komen te praten, maar het biedt inderdaad ontzettend veel mogelijkheden. En ik denk dat dat ook een hele goede stap is naar de volgende presentaties. DigiSpectie zoals we dat nu uitbrengen is teamwerk, maar DigiSpectie zoals we dat zeg maar gaan doorontwikkelen is ook teamwerk. En daarvoor hebben we jullie dus inderdaad heel hard nodig.
Het starten met digispectie is toch best een behoorlijke stap. Hè, wat we hebben gezien, dat is dat de man in het veld met een kastje als het ware het veld ingestuurd kan worden. Maar er hangt wel een hele infrastructuur achter. En dus het introduceren van digispectie in je organisatie is meer dan het aanschaffen van hardware en software. He, realiseer je dat dat moet passen binnen de eigen netwerkstructuur. Realiseer je dat je te maken hebt met teamwerk, met specialisten die ook uiteindelijk straks met jou de gegevens gaan bekijken. Dus organiseer dat tijdig en realiseer je dat het werken met digispectie leidt tot anders werken. En ook leidt juist tot anders denken over het werk wat je doet. En nou, daarvoor is die onderlinge uitwisseling en contacten zeg maar heel erg belangrijk. Dus ook het introduceren van digispectie houdt in dat je dat organiseert. Het proces van terugkoppelen in de organisatie, het overleg in de organisatie. Hè, zodat je met elkaar groeit naar uiteindelijk een heel goed resultaat. En tenslotte, hè, de ontwikkeling is teamwerk. En wij hebben hier presentaties van een paar mensen, maar er zitten dus veel meer mensen achter. En ook dat is goed om dat gewoon eens even te realiseren en dat te weten. En nou ja, daar komt het dan. Hè? Kick-off van onze Digispectie 2 en onze Digigids. Maar oké, daar waar de mensen niet aanwezig kunnen zijn vandaag, hebben we gelukkig nog een andere mogelijkheid. Hè? Dus wanneer u de aftrap hebt gemist, of collega's hebben de aftrap gemist en die willen toch eens eventjes kijken naar wat wij hier allemaal vandaag met elkaar hebben bekokstoofd, ga naar onze website, want daar kunt u ook deze presentaties morgen gewoon nazien. Nou, ook dat is weer werk van mensen. Mensen die ons ondersteunen in het communiceren over dit project. En ook dat is gewoon heel belangrijk om dat te weten. En te weten wie dat zijn.